een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. De vrijdag voor kerst. De 21ste is het geloof ik vandaag. En ik ga het lopen. Ik ga het zo op de post bezorgen. Het is buiten rot weer, om het even zo te zeggen. Het regent pijpen stelen. Tenminste, het is nu een beetje aan de droge kant. Ik heb een beetje op dat punt gewacht. Dus ja, ik ga het beginnen. En jullie gaan uiteraard mee. Ik hoop dat ik een beetje kan vloggen met het natte weer. Want ja, ik heb geen hoesje op mijn telefoon. Dus volgens mij is het niet echt waterdicht. Ik heb vandaag 7 kratten. Daar staan ze. Nu vielen jullie bijna op de grond. Gelijk ingezoomd. Ja. Daar staan ze. Alle 7 kratten. Hij is al geladen. De fiets. Dus ik probeer hem op te stappen. Maar juist dicht te doen op te stappen. En tenminste eerst naar buiten toe stappen. Dat is wel wat makkelijker. En dan te gaan starten. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. En wij spreken elkaar later weer. Zo, welkom. Nou, het waait behoorlijk. Ik denk dat we richting een storm gaan. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik liever dat het waait, omdat het helemaal nat regent. En ja, het begint zij zitten te druppelen. Dus ik ga mijn telefoon een beetje beschermen. En nu zit de camera een beetje beschermen. En dan kom ik later weer bij jullie terug. Dus ik zou zeggen, blijf lekker kijken tijdens deze ronde. Zo, we hebben het eerste gedeelte van de weg allemaal weer gehad. En we gaan terug naar de fiets. Ja, het waait. Het is gelukkig gewoon weer een beetje droog. En ja, koud is het ook niet. En ik zweet me eigenlijk helemaal kapot. Mag je gerust weten. Dus, maar ja, goed. Komt allemaal wel weer goed. Ja, er was nog iets. Ja. Wist je dat bij deze bij dit videokanaal ook nog een website hoorde? Nou ja, nou, ik zou zeggen, kijk hieronder. www.deblogvandepostbode.nl En daar kun je ook geschreven tekst en ook andere verhalen vinden van mij. Het is misschien ook wel leuk om dat te combineren. Dus www.deblogvandepostbode.nl. Goed, ik ga het als speer naar de fiets toe. En dan spreken wij elkaar later weer. Zo, welkom. Ik heb even een stukje opgezocht wat een beetje uit de wind is. Ja, helaas gaat het niet helemaal. Maar goed, het staat in ieder geval. Tijdens een kleine pauze. Ik ben al bijna over de helft heen. Op één straat en dan heb ik het gehad. En dan ga ik aan de andere kant van de wijk beginnen. En ja, dan hoop ik zo snel mogelijk waar te zijn. De wind gaat steeds verder aantrekken, helaas. Ja, goed, daar doen we niks aan, zolang ik droog blijf. Ja, voor de rest gewoon even afwachten wat er gaat gebeuren. Ja, ik zie wel. Ik hoop dat jullie straks verstaan hebben dat bij dit YouTube kanaal ook nog een weblog hoort. Dat is de blog van de postbode.nl. Hieronder zie je een link. En daar word je vooral lid van. Want ik ga er ook maandelijks een nieuwsbrief uit doen. Dus ja, ik hoop dat het concept een beetje aanslaat op de markt. En uiteraard ook voor de rest. Dus goed, ik ga het snel verder. En dan spreken we elkaar dadelijk weer. Zo, welkom. Ik heb de weg nog afgemaakt, ik ben klaar. Ik ga het, nu richting huis. Het waaide zo hard en altijd best wel vrij grote regenbuien. Nou, weet je wat, laat vloggen maar even een keertje zitten. Ik sluit hem later wel af, dus nooit thuis. Maar dat is dus niet mogelijk. Als je denkt, waar staat hij nu? Hij staat in Beverwaard weer. Dan moet ik eerst nog een stukje verderop. Dit keer ja, sta ik vlak bij de speeltuin. Ik ga nu naar huis toe en ja, ik zie jullie maandag weer, want deze komende week hebben we natuurlijk kerst. En op dinsdag lopen we niet, dan is het eerst kerstdag. Dus dat is verplaatst naar maandag. Nou, ik zou zeggen tot maandag. En mocht je voor je tijd niet meer zien, een hele prettige kerstdagen. En ja, voor die jaarwissel zien we elkaar uiteraard nog wel. Goed, ik laat het hierbij. Onthoud www.deblogvandepostbode.nl voor de geschreven versie en eigenlijk hele andere verhalen dan de geschreven versie. Goed, dat maakt niet uit. Ja, er zijn eigenlijk andere verhalen op dan wat je hierop hoort. Best wel leuk om dat te bekijken, denk ik. Dus maar goed, dat moet je zelf uitmaken, daar ga ik niet over. Het zou leuk zijn als je daar naartoe ging, wat leuk om te kijken. En voor de rest, ja. Wordt desnoods ook lid van de nieuwsbrief. Vanaf 1 januari ga ik daar een nieuwsbrief op maken.
Dus ja, ik zou zeggen, ja, leef je eigen uit. Nou, nogmaals, een fijne feestdagen. En wij zien elkaar sowieso een maandag. Tenminste, die komt gewoon dinsdag online, eerste kerstdag. Wordt een leuk filmpje. Duimpje omhoog. Voor er niks aan. Maar goed, duimpje naar beneden toe dan. En wil je een bericht achterlaten hieronder in de beschrijving. En vergeet niet www.deblogandepostbode.nl. Tot later.